Goeiemôre almal en welkom by ons oggendoordenkings van môre. Ons gaan voort met navolgers van Christus wees en ons gaan eintlik in 'n nuwe fase in hier vanaf Efesiërs 5 vers 21 waar het gaan oor onderdanigheid. Ek lees weer Efesiërs 5 vers 18b, maar hierdie keer lees ons tot vers 21 en daarna Filippense 2 vers 1 tot 11. Word vervul deur die Gees terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalms sing. En God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Filippense 2 vers 1 tot 11. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van Gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoor ag as homself, deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel, en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Liefdes, wat is vir jou en my 'n bewys van 'n geesvervulde lewe? 'N geesvervulde lewe waar ons 'n navolging van Christus leef. Dit wat ons vanoggend gelees het, kom sê vir ons, een van hierdie bewyse is dat ons onderdanig is in die vrees van God. Jy letterlik rangskik gelowiges wat deur die Gees vervul is onder mekaar. Wat probeer ek daarmee sê? Selfs binne die Godheid het Jesus homself in sy nederigheid onderwerp aan die wil van sy Vader, alhoewel hy een is en gelyk is aan die Vader. Kan het weer sê, selfs binne die Godheid het Jesus homself in sy nederigheid onderwerp aan die wil van die Vader, alhoewel hy een is en gelyk is aan die Vader. Daarom het jy en ek ook 'n opdrag. Dit is wat ons hier lees en Paulus praat op ander plekke ook daarover. In Romeine 13 vers 1 tot 7 kom sê vir ons, ons moet onsself onderwerp aan die burgerlike owerhede wat God oor ons aangestel het, in alles wat nie strydig is met die woord van God nie. Handelinge 20 lees ons, ons moet ons onderwerp aan die amptdragers van die kerk wat deur die Heilige Gees as opsieners aangestel is om as herders toesig te hou oor die gemeente en wat oor ons siel waak, Hebreërs 13. Dit waarmee ons die volgende paar dae gaan besig wees. Vroue moet hulle aan hulle mans onderwerp, soos aan die Here. Kinders moet aan hulle ouers gehoorsaam wees. Werknemers moet gehoorsaam wees aan hulle werkgewers, en so kan ons aangaan. Om goeie orde te handhaaf binne die verskillende lewenssfere wat deur God daar gestel is, beveel hy ons om ons aan mekaar
te onderwerp. Wat betekent dit als ik weier? Weiering om te onderwerp is een zonde. En dit leidt tot verdeeldheid en chaos, waarvan ons onszelf moet bekeer. En toch is dit zo moeilijk. Om myself te onderwerp is rechtig moeilijk. Hoekom? Als gevolg van ons zondige, opstandige aard. Ons dring allemaal aan op ons rechten. Ons dring allemaal aan op ons manieren en ons opinies. Dat jij en ik leven in een tijd van aanspraak, trots en arrogantie, troef, nederigheid en onderdanigheid. En toch is een christen wat die geest vervul is, een onderdanige christen. Kom ons bid vir een geest van Christusachtige nederigheid, wat ons aan mekaar kan onderwerp. Mag jij en ik mekaar onderwerp soos die Heilige Geest ons daartoe in staat stel. Kom ons bid saam. Onze liefdevolle God en Hemel Vader, Heer, ons wil vanoggend U naam kom groot maak. Ons wil vanoggend U naam kom prijs, Heer Jezus, ons wil U naam kom groot maak, wat bereid was om die gedaante van een mens aan te nemen. Om te lei, ja zelfs tot die dood aan een kruis. Heer, ons wil vanoggend kom belei as gevolg van wie ons is, van wie die sonde, is dit voor ons moeilijk om onderdanig te wees. Maak ons ook aanspraak op ons eie rechte en maniere en opinies. Loop ons ook dikwijls rond met trots en arrogantie. Is daar nie nederigheid en onderdanigheid te zien? Ons wil kom bid, Heere, vir een geest van nederigheid. Nederigheid soos wat Christus nederig was. Zodat ons onszelf aan mekaar kan onderwerp soos wat het evil is. Dan sal vra, Heere, dat U deur die Heilige Geest ons sal in staat stel om navolgers te wees van Christus ook in ons onderdanigheid aan die overheid, onderdanigheid aan gesag, onderdanigheid aan mekaar en bovenal onderdanigheid aan U. Dankie Vader vir oorvloedige genade wat net uitstroom vir U kinders. In Jezus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanmorgen saam Psalm 121, die eerste, die tweede en die vierde verse.
Vriendes, mag elkeen vandaag een geseënde dag hê. Een dag waar ons werkelijk ons onderdanigheid en ons nederigheid voor die Heere kom uitleef. Vermore ochend lees ons saam Hebreeus 10 vers 24 tot 25 en dan ook Psalm 95. Tot 6 uur morgen ochend, een geseënde dag.